Over het algemeen leggen we altijd de focus op lichamelijke zorg. Maar sociaal welzijn is net zo belangrijk. Wat maakt ons nou echt gelukkig? Animo is een organisatie die zich bezighoudt met het verbeteren van deze brede gezondheid. Mijn naam is Freek en dit is de Wekelijkse Vlog. Thomas, kun je mij precies vertellen wat Animo inhoudt? Animo is een samenwerking van 5 organisaties in Oosterhout. Samen hebben we van de nulde lijn van het welzijnswerk tot en met de specialisten in de tweede lijn bedekken we alle gezondheidszorg in Oosterhout. We zijn samen gaan kijken hoe we naar gezondheid kunnen kijken van de mensen in Oosterhout en hoe we hen kunnen helpen daarbij. Wat ons samenbindt is positieve gezondheid. Dat is de connectie van tussen lichamelijke gezondheid en welzijn. En samen zijn we gaan kijken hoe we projecten konden opzetten waarbij we goed konden kijken wat er bij de doelgroep leeft en meteen ook praktische dingen kunnen aanbieden. Wat is eruit gekomen, onder andere? Maandag startte onder andere een co-cursus voor mannen. Dat is onder andere iets wat eruit voortgekomen is. Een andere is dat we een website gaan bouwen voor de mantelzorgers hier in Oosterhout, waarin zowel specialisten, huisartsen, maar ook mensen van de WMO, medewerkers van de WMO of het welzijnswerk door middel van vlogs op een hele makkelijke, toegankelijke wijze informatie gaan verstrekken aan de mantelzorgers. Een van de doelgroepen van Animo zijn 90-plussers die thuis wonen. Ineke is bij hun op bezoek geweest. Ineke, jij bent bij de mensen thuis geweest. Kun je daar iets over vertellen? Ja, wij hebben ongeveer 100 mensen bezocht van 90-plus in Oosterhout. Zelfstandig wonend en vragen gesteld over de positieve gezondheid aan de hand van het spinnenweb. En er zijn bij 30% is daar een soort zorgbehoefte uitgekomen die wij binnen Animo, de 5 organisaties met korte lijntjes, hebben kunnen beantwoorden. Nou, een goed voorbeeld is een van de huisbezoeken die afgelegd zijn bij de senioren. Daar kwam uit dat iemand heel veel vuilniszakken achter in de tuin had liggen. Dat werd gesignaleerd. En die gaf meteen aan van, nou, ik zou wel graag een vrijwilliger willen die me helpt. Want die vuilniszakken zijn veel te zwaar om telkens aan de straat te krijgen. Of dan wordt mijn container vol en veel te zwaar. En die hebben we eigenlijk niet opgepakt door een vrijwilliger inzet voor die vuilniszakken. Maar een vrijwilliger is met de buren gaan praten. Met deze zelf gaan praten. En eigenlijk ervoor gaan zorgen dat iemand goed contact kwam met de buren. Die gewoon helpen het probleem op te lossen. En daarmee konden we ervoor zorgen dat iemand veel meer geholpen was dan als eens in de week de container buiten gezet werd. Maar eigenlijk dat hij weer gewoon goed contact heeft met zijn buurt en voor problemen daar terecht kan. Tof om te zien hoe Animo gebruik maakt van de design thinking aanpak bij het oplossen van gezondheidsvraagstukken. Je komt dan dus tot oplossingen die ook echt aansluiten bij de behoeften van mensen. En dat zie je niet vaak. Nou, wil je meer weten over sociale veerkracht? Kijk dan op www.brabant.nl/socialeveerkracht. Heb je een verhaal of wil je dat wij bij je langskomen? Stuur dan een mailtje naar veerkrachtvlogger@brabant.nl.